Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe rozijnenreactie. En vanaf nu is het officieel. Ten eerste, ik ga weer beginnen met wekelijks uploaden. Ben ik al begonnen, maar nadat ik deze de vorige had geëdit, bedacht ik me, ik ga gewoon wekelijks uploaden standaard weer. Jullie hadden vorige week de eerste rozijnenreactie. Daarvoor was 6 weken achter elkaar mijn verbouwserie online gekomen. En nu komt er de komende 6 weken hierna ook nog een rozijnenreactie. Dus 8 afleveringen in totaal komen er van rozijnenreactie. En in de camera kijken. En daarna komt er weer een nieuwe serie. Dus ik ga voortaan met series werken. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. En dat was wat ik wou zeggen als eerst. En dan gaan we nu beginnen met de rozijnenreactie. Heb je begrepen wat het idee is? Niet, ja, ik moet reageren op een video. Daar heb ik begrepen. Ja, nou, je moet dus... We zetten daar ook een keer... Jullie zien hier voor me... Zie je een video van persconferentie. Ken je het lied? Ik ben met die tigers. Tigers. En wangen niet meer liars. Nee. Nou, dan zou ik eerst even dat lied laten horen. Ken je het nu wel of niet? Nou, als je het toch kent, gaan we als eerst de rozijnenreactie geven. Je mag dit raten aan de hand van rozijnen. Dus hoeveel rozijnen geef jij dit? En was de marge rozijnen? Is 10 supergoed en 0 superfout? In principe is het tot 5, maar als jij 100 rozijnen wil zeggen, mag dat ook. Kost me wel heel veel edit-tijd, want de rozijnen komen ook allemaal in beeld. Dus dan zouden er 100 rozijnen in beeld moeten komen. Je mag ook als je denkt van, oh, ik wil voor de grap mee iets compleet anders reten. Reet dan bijvoorbeeld met tigers of weet ik het wat. En hoe meer rozijnen, hoe beter je het vindt, zeg maar. Ja, gewoon doe maar iets leuks of zo. En dan moet ik erbij zeggen wat ik van het liedje vind of wat ik van het filmpje vind. Mag allebei, als jij iets gek ziet of zo, dan zeg je bijvoorbeeld te blote lichamen, 1 rozijn. Oké, nou, ik snap wel dat ze deze dames pakken voor een filmpje, omdat ze het over tijgers hebben en dit zijn wel allemaal stoere vrouwen. Daar geef ik 4 rozijnen voor. Oké, nou, en nu komt het moment, de eerste video. En daarvoor moest ik dit laten zien. Ben je er klaar voor? Ja. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze persconferentie. Ik geef het woord aan de minister-president. Dank. En ik ben met die tijgers. Tijgers. En de partner. Niet met leiders. Leiders. En je ex die is de mijn ja. Ik hang met die tijgers. Tijger. Ik maak een box. Nou, hoeveel rozijnen geef je tot nu toe? Nou, hooguit 1, want ik vind het behoorlijk waardeloos. Het is toch geniaal dat hij dit met al die stukken heeft geknipt. Het is misschien heel slecht, maar het is toch geniaal. Besef hoeveel tijd hierin heeft gezeten. Gebakken lucht, ik geef je 5 rozijnen. Ha, ik echt maar 1 hoor. Plus 5. 10 rozijnen. Nou, we gaan verder kijken. Ik ben de test ook pas. Maar ik wil laten zien wie jij nu bent. Want ik word echt gek van jou. Ik ben met die tijgers en de partner, niet met leiders. En je ex is de mijn partner met die tijgers. Je hart is wat je ziet. Kom nou alsjeblieft.
Jij wil dat ik bij je blijf. Ja, bij je blijf voor eeuw. Maar baby, ik ben daar. Baby, ik ben daar. Ik kom niet naar huis. Maar baby, ik blijf daar tot laat. Zoals de week, maar in het moment. Maar ik wil dat je weet dat je mijn vrouw bent. Dat ik alles voor je trek. Ik dan ben. Ik maak je weet. Ik geef dan ben. Geef dan ben. Baby, zult laat me zien wie jij nu bent. Want baby, ik word gek van jou. Word gek van jou. Ik ben met die tijgers en we hangen niet met leiders. Leiders. En je ex die is mijn hang met die tijgers. Goed. Volgens mij komen we hier aan het eind van de persconferentie. Hartelijk dank. En ik wens jullie allemaal een goede avond. Tot ziens. Nou, ik geef onder andere dit plaatje ook gewoon 5 rozijnen. Ja, dit plaatje vind ik ook wel heel grappig. En wat vond je van het geheel? Hoeveel rozijnen geef je het? Nou, hooguit 2, want ik vind heel erg veel geflits. En het klopt natuurlijk niet met het praten, zeg maar. Ja, want ja, moet je nagaan hoeveel werk hierin heeft gezeten. Dat kan wel zijn. Ik vond het slecht geëdit. 20! Jij kan het veel beter. 20 rozijnen. Nou, ik kan het niet beter hoor, dat weet ik zeker. Ja, ik vond het een beetje een rommeltje. Ja. Maar dit vind ik een leuke foto. 20 rozijnen. Die krijgt rozijnen. Van mij wel 4 rozijnen. Oké. Okay. Nou, nu gaan we naar een lied van iemand. Of ja, van een groep. Het zijn Russen. Oftewel de Russian Village Boys. Ooit van gehoord? Mm-hmm. Ja, daar heb jij wel zoiets van laten horen al. Welk lied dan? I Love the Netherlands, toch? Of niet? Denk ik, ja. Nou, daarvan gaan we naar 2 nummertjes kijken. Inclusief clip, want de clips heb je nooit gezien, nee, of wel? Nee, die heb ik nog nooit gezien. Nou, we gaan als eerst beginnen met Ciao. Ciao, tot ziens dan. Geen idee of dat betekent ciao is in, tot ziens. In Russisch. Maar in het Italiaans in ieder geval. Ja, maar we komen uit Rusland, hè? Wat geef je die mooie vrouwenbenen? Nou, zou ik je ook zeggen dat ik nog niet zo op die vrouwenbenen heb gelet? Nou, zullen we nog een keer kijken? Gaan we even terugspoelen hoor. Ik heb wel gezien dat ze hoog hak aan had. Wat vind je van de benen? Mooie slanke enkeltjes. Oké. Okay. Ja. En wat vind je van de lippenstift? Nou, dat vind ik ook wel een mooie kleur. Hoeveel reten? Ik bedoel rozijnen. Reten? Ja, dat zou ik uitleggen. Deze serie is gejat van Dumpert Reten. Oh. Hoeveel rozijnen? 5. Want okay. Ik vind het een mooie kleur. En de vrouwelijkheid? Hoeveel rozijnen geef je de vrouwelijkheid? 7. Oké. Okay. Die had je niet zien aankomen. Die had je niet zien aankomen, nee. Ik vond ze mooie slanke enkeltjes. Ja. En hoeveel rozijnen geef je nu de vrouwelijkheid? Nou ja, nog steeds vond ik het er heel vrouwelijk uitzien. Alleen het gezicht natuurlijk niet. Het is ook maar gewoon een man. Deze, die gast, die doet echt in alle clips van de Russian Village Boys, doet hij echt super rare gestoorde dingen. Hij is echt geweldig. Weet je wat wel grappig is? Daar moet je maar eens op letten. Je ziet er dus aan de Russian Village Boys, hun zijn allemaal onder invloed. En niet alleen van alcohol, hun hebben echt een pilletje op. Moet je maar eens opletten op de ogen. Dansen!
Dat vind ik wel een knappe gozer. Tot je hem in sommige andere clips ziet. Oh, my way. Dat is toch ook een mooie dame? Ja, die vind ik wel een beetje gek. Kijk, en hun komen uit Rusland, maar hun hebben echt iets met Nederland. Ik ken Dimitri Wouwer toen ook, weet je dat nog? Dat wij toen hebben geprobeerd tickets hiervoor te krijgen, maar dat het te laat waren. Mm-hmm. Had jij nog nooit de Russian Village Boys gehad, maar hier wou ik dus met Dimitri naartoe. Oké. Okay. Want hun zijn echt helemaal gek van Nederland. Ze hebben ook een lied waarin ze zingen I love the Netherlands. Ja, dat liedje heb ik gehoord. Ja. Want ze zijn helemaal gek van Nederland, maar ze wonen in Rusland. En ze doen ook alles in Rusland, zeg maar. Ze zijn ook Russen. Maar ze zijn echt super grappig. Volgens mij zit mijn oortje los. Oh, hier zit hij. Hij zat er al goed. En hoeveel rozijnen geef je die dansmoves? Ik geef het zeker 5. Een 20 rozijnen. Nou, dat vind ik wel veel. 8. Oké. Hoeveel rozijnen geef je dit lied in totaal? Nou, dan ga ik zitten tussen wat ik allemaal gegeven heb en dan kom ik denk ik op 5 rozijnen. Oké. Ongeveer. En dat is zeker een goede rating. En dan gaan we nu naar het volgende lied, Romantic Jackass. Het is een heel emotioneel, mooi, romantisch liefdesliedje. Waar onder andere Cupido in de clip voorkomt. Oh, nou die wil ik wel eens in het echt zien. Ja. Nou, daar gaan we. Hoeveel rozijnen geef je de hygiëne van deze man? Hygiëne? 0. Eigenlijk min 10 of zo. Nou, min 10 rozijnen voor de hygiëne. Oké, okay, ben je klaar voor de Cupido? Ja. Hoe denk je dat de Cupido eruit gaat zien? Ik denk blonde lange haren. En wie denk je dat de Cupido speelt? Ja, diezelfde. Niet net op die maffe dingen doen, denk ik. Ja. Had je nou ooit verwacht dat Cupido er zo uit zou zien? Yes. Nou, dit is een Cupido in het echt. Dus nu weet je wie jou en Peter aan elkaar heeft gekoppeld en mij en Marijn. Ja, ja, ja. Dit is de held. Zonder hem had jij niks met Peter gehad. En ik niks met Marijn. Hij heeft ons in ons slaap gewoon geschoten.
Nou snap ik wel waarom er relaties misgaan. Ja. Ik denk dat Cupido wel goed is in foutjes maken. Ja, dat denk ik ook. Hoeveel rozijnen geef je de verbinding die wegvalt? Ah, kijk eens buiten. En hoeveel rozijnen geef je de regen? Nou, er zijn wel 20 rozijnen, denk ik. We zullen de regen eens laten zien. Passaartje. Kijk, dat is een regen, mensen. Kijk hoe hard. Het regent echt hoor. Ik denk dat jij vandaag Saartje uit mag laten. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Nou, we gaan verder kijken. Nu ben je vergeten de rozijnen te eten, of niet? Hoeveel rozijnen geef je de internet? Hoeveel rozijnen geef je de regen? Dat had ik gezegd, 20. Ah, de 20 geef je de rozijnen. Ja. Kun je, nou, dat geef ik, aangezien het toch regent, de internet die daar wegvalt, 5 waterdruppels. Nou, we gaan verder kijken. Oh, het gaat al mis, denk ik. Ja, maar Cupido die gaat ze redden, hè? Every time when I'm alone. Er zijn maar bommetjes. Je kent toch wel. Ja, jij leeft hier in die internetwereld, maar je hebt op internet heb je aparte mannen. Je hebt bepaalde sites waar je op gaat gewoon om met vreemden te chatten. En ik heb daar ook wel voor de grap op gezeten, gewoon om mensen te irriteren. En dan ga je daarop. Maar dan kun je dus. Ik denk dat van de 10 personen die je tegenkomt, zeg maar, zijn het 5 oude mannen die zichzelf zitten af te trekken. Echt gek. En dan zijn gewoon, ja, zulke vieze oude mannen wanhopig op zoek naar een vrouw die hetzelfde doet. Alleen die vinden ze nooit. Maar dat is dus het idee achter dat stuk in de clip. Kijk, dat is zo'nzelfde soort man. En omdat hij dus verkeerd is verbonden, komen die nu. Nou, hoeveel rozijnen geef je dit nummer? Of nou, iets anders? Voor gekkigheid geef ik ze wel 25 rozijnen. Ja.
Dat was wel het hoogtepunt. Ja, hè? Dat is wel een gek filmpje. Ja, ik vind het wel een geweldige clip. En wat geef je de editing en het filmen en al de dingen, hoe het is gefilmd, hoe het is geproduceerd, zoals ze dat noemen. Ja, ik heb daar niet zoveel verstand van als jou natuurlijk. Maar ik vond het er vrij eenvoudig uitzien. Ik denk niet dat ze ingewikkelde dingen gedaan hebben. Nou, dat denk ik wel. Ja? Ik kan het ook wel hoor, maar ze hebben best wel wat dingen die wat moeilijker zijn gedaan. Nou, met die hartjes bijvoorbeeld, dat vond ik wel grappig. Dat er dan, als hij dan met, als die Cupido in de buurt kwam, dat er dan zo hartjes langs het hoofd vlogen. Ja. Dat vond ik wel leuk gedaan. Ja. Maar hoeveel rozijnen geef je het? Die editing bedoel je? Ja. 10. Oké. Nou, dan geef ik het 10 waterdruppels. Omdat het toch regent. Dus ja. Dan maar 10 waterdruppels en 10 rozijnen. Gewoon 10 waterdruppels en 10 rozijnen. En dan mag jij de outro opnemen. En dan ga ik aan de hand van jouw outro die je opneemt, de rozijnen geven aan de hand van hoe jij het hebt gedaan. Oké. Nou, dit is het einde van deze video. Wij wensen jullie allemaal nog een fijne dag en kijk de volgende keer weer naar de derde rozijnenreactie. Nou, en dan ga ik hem natuurlijk reten aan de hand van rozijnen. De eerste ding, je keek niet altijd in de lens. 1 reet. Ten tweede, je zei wel goed tot de volgende keer. 5 reet, 5 rozijnen. Ja, er zijn er al 6. En ja, dat was het. Nou, ik moet nog dag allemaal zeggen. Ja, zeg dan. Dag allemaal en de groetjes. 5 reten. Rozijnen. Doei. Doei. Hallo.